Dit wordt nieuwsuitzending nummer 022. CQ, de 22e. En ik ben bezig om een achtergrondfilm te composen. Dus die gaan we zo dadelijk bekijken. Dat is allemaal heel spannend. Maar die staat nog te lopen hierboven. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Want, ja. Een beetje oppassen met die screencasts. Soms is niet alles in beeld. Maar hij loopt hier nog. Maar terwijl hij nog even loopt, heb ik een mooie... Een prachtige website dit. En ik sta ook nog te uploaden, dus het kan allemaal een beetje langer duren dan ik zelf wil. Oh jee, wat doet het langzaam. Oh, ja. Ja, ik moet echt zo'n Al Gore internetverbinding hebben. Met glasvezel of zo. Jeetje, wat doet het lang. Ja, goed, ik ben eraan begonnen. Ik kan wel vertellen waar ik het over ga hebben, hoor. Want wat ik even op wilde pakken was 9-11. Dus voordat ik het vergeet, zal ik het even in de show notes zetten. Want het schijnt er zo te zijn dat... even save geven, wel even wachten. Ik kan je gewoon uitleggen hoe je het moet doen, hè. Dus een nieuw... Altijd goed Nederlands schrijven. 022, ja, dat is prima. Goed gaan, neem ik aan. En dan hebben we dus hier 9-11. Dat is eigenlijk het eerste wat ik dan heb. En daar heb ik een blog over geschreven. Dat duurt natuurlijk weer 33.000 jaar. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Het punt is dat wat 9-11 betreft, dat heel veel mensen hebben het daar gewoon ontzettend moeilijk mee. En ze vinden het ook gewoon een vervelend onderwerp. En noemen ze dat de conspiracies. Oh, je bent van de conspiracies. Nee, natuurlijk niet. 9-11 heeft helemaal niks te maken met een conspiracy per se. De conspiracy is veel groter. En 9-11 is daar gewoon een uitvloeisel van. En wel heel duidelijk. Oké, we hebben ons achtergrondfilmpje klaar. En dan wordt het iets gezelliger om naar te kijken. Hoor. En dan wordt dit dus onze achtergrond. En dan moet even de sound uit. Even wachten. Hoor. Ja, zo. Ja, hier kan het. Hoppa. Dit is het uitzicht vanaf mijn balkon. Prachtige, rustige film, vind je niet? En om even terug te keren op 9-11. 9-11, dat was stomweg een zoveelste valse vlag operatie. Het is de zoveelste truc. Is de zoveelste manier waarop ze ons bij de neus genomen hebben. En je moet niet in een hoekje gaan lopen huilen van, oh wat erg, oh wat erg. Nee, want er is niks nieuws onder de zon. En de Vietnamoorlog, om er maar eentje terug te pakken. Dat was een oorlog van de katholieke kerk ook. De Vietnamoorlog heette ook wel Spelly's War. En dat is genoemd naar kardinaal Spelman. Die destijds in Amerika de scepter zwaaide over zijn katholieke kudde. En dan weet je ook gelijk wat je dus mag verwachten van de paus. Hè? Waar de paus mee bezig is. Het gedoe met die paus, dat is in Europa begonnen met Julius Caesar. Dat wil zeggen, toen werd het prominent. Julius Caesar, dat was de zelfverklaarde Pontificus Maximus. Oftewel, de allergrootste, allerbeste, allermachtigste,
alles overheersende bruggenbouwer. Nou, die rol, Julius Caesar werd op een gegeven moment oud en toen is het overgedragen aan Pietje Puk of zo. En nu zitten we dus met Jorge Bergoglio. En dat is ook zo'n Pontificus Maximus. Een fijne bruggenbouwer. Die gaat alles repareren van, ja, jullie hebben een hekel aan homo's. Nou, ik als paus zeg, homo's, you go go. Die gaat gewoon homo's trouwen. Maakt hem het uit. Op het moment dat je trouwt voor de kerk, je gaat een contract aan, dan ben je de lul. Maakt hem het uit of je nou met twee vrouwtjes bent, of een mannetje en een vrouwtje. Je bent gewoon de lul. En je staat onder zijn controle. Zien jullie die mooie, niet persistente contrail voorbij trekken? Kijk, zo kan het er ook uitzien. Hè? Dan gaat er gewoon een vliegtuig voorbij en dan heb je gewoon zo'n spoor. Maar die blijft niet hangen. Kijk, en zoals ik dit opgenomen heb. Kijk, zo zou ik dus ook UFO-opnames willen zien. Gewoon met een statief en gewoon reten strak aantrekken. En dan druk je op start en dan gewoon record. Weet je? Dan kan je tenminste kijken wat er aan de hand is. En iedereen die een UFO loopt te filmen, die schijnt volgens mij van tevoren DMT op te hebben of zo, of 40 glazen rode wijn. Maar dan moet altijd ontzettend gewiebeld worden en dan springen ze weer van de stoep af of zo. Dat beeld schiet alle kanten op. Mensen, koop een statief. Ik kan het toch wel doen. Ik laat het toch zien hier. Maar goed, UFO's, daar kunnen we het over hebben. Maar iedereen snapt dat UFO's, dat is een scam. Er zijn helemaal geen UFO's. Ja, er zijn wel allerlei vlekken en toestanden en allemaal leuk, allemaal geinig. Maar er zitten geen groene wezentjes in die 's morgens vroeg altijd paarse pap eten. En soms als het feest is, dan hebben die groene wezentjes niet alleen 's morgens paarse pap, maar dan zitten er ook brokjes in de pap. En die brokjes, die zijn dan ook groen. Maar gifgroen natuurlijk. En gele dingen lusten de aliens niet. Dat is allemaal boeken. Gewoon fatsoenlijke opnames komen van UFO's en dan kunnen we er eens een keer over gaan hebben. En wat ik ook graag zou willen, dat als je toch een filmpje maakt van een UFO, en neem dan twee camera's, AUB, allebei op een statief. En meet eventjes de afstand tussen de twee lenzen. Dat is ook erg op prijs stellen. En zorg dat die lenzen dezelfde kant uit kijken. Kunnen we tenminste een afstandsmeting doen. En ook bepalen hoe groot het object is. En als iemand een beetje met zijn iPhone loopt te zwaaien, ja, dan zie ik allemaal stippen voorbij vliegen. En dan schiet mij natuurlijk, ik poep 7 kleuren stront hoor op zo'n moment. Oh, dan word ik bang. Ja, maar ik zie niks. Een beetje zo'n dingetje. Maar los van die afdwaling en over de platte aarde kunnen we het ook nog een keertje gaan hebben. Dat is ook zo'n leuke theorie. Of over het gat in de ozonlaag of de zure regen. Hè? Wie maalt er nog om zure regen? Hè? Of over het uitsterven van de kakkelak? Hè? Ja, dat stond nooit in de krant natuurlijk, want dat laat ze wel uit hun hoofd. Want niemand zal dat begrijpen. Want hoezo kan de kakkelak uitsterven? Hè? Maar als we dat hadden kunnen denken, hadden ze dat ook in de krant gezet. Had iedereen gedacht, oh nee, ik stort bij het kakkerlakkenfonds. Dat krijgen ze echt voor elkaar hoor. Ze weten precies waar bij onze lalala gaat doen. Hoor. Ze weten precies onze knoppen. Oh, het gaat hier een beetje tochten. Nou, ik hou hem even vol, maar zodra ik moet eventjes een raampje dicht. Ik
waar het mij om gaat in deze uitzending, is dus dat we het hebben over die katholieke kerk en waar die nou vandaan komt. Naar mijn onderzoek komt die katholieke. Ik moet echt een deur dicht doen. Ik ben echt binnen 1 seconde terug, mensen. Die katholieke kuddekerk, dat komt af van het mitraïsme. Dat is M-I-T en dan raïsme. En als je nog herinnert van de smurfen, die hoed van die smurfen, dat is precies de Frigische hoed. En dat was ook iets met die mitraïsten. De mitraïsten, dat is wat we in het christendom, in de Bijbel, wordt genoemd het heidense geloof. En de basis die wordt gevormd door een zonnevereering. Dat zijn Zoroasters. Dat komt daar vandaan. En niet dat alle zonnevereerders per definitie slecht zijn. Maar het is wel een onderdeel daarvan. En hun dogma, als we het dan hebben over de mitraïsten, wat de katholieke kuddekerk heeft gevormd, dat is vrouwenverering. Maar niet heus. Dus ik bedoel dit letterlijk, het is vrouwenverering, maar niet heus. Niet echt. En dat vinden we dus terug bij de katholieke kuddekerk in de Maria-verering. Dus de Maria is de moeder van God. Dus God is een man, maar Maria is een moeder. En dat is die zonne-verering. De verering van de vrouw. Maar daar bedoelen ze wel een shaggable slut mee. Ik bedoel, dit zijn eikels die dit verzonnen hebben. En dat doen ze alleen maar om vrouwen te onderdrukken. En ze plaatsen dus vrouwen op een voetstuk. En iedereen moet buigen voor Maria. En onderwijl pakken ze vrouwen. Of jongetjes. Zeg maar, een gebed is dat ze heet. Wees gegroet Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Amen. Wees gegroet, Maria. Dus je moet Maria smeken om vergeving. Dat is niet wat Christus leerde. Christus leerde, niemand komt tot de Vader dan door mij. Christus had het ook helemaal niet over zijn moeder en zijn tieners en zo bla bla. En Christus ging ook helemaal nooit naar de kerk. Daar hoef je bij hem niet om te komen. Dat was juist het bijzondere aan hem. Dat Christus leerde dat je zelf, je weet zelf genoeg. Je hoeft alleen maar op te letten. Je hoeft alleen maar zijn woord te geloven. En dan snap je wel dat je nooit meer naar een priester hoeft. Dat niemand jou de les kan leren. Of kan wijzen. Lezen. Als je niet de les kan lezen. Dat is allemaal niet nodig. We kijken nu naar de bushalte, die staat dus tegenover mijn flat. Ik heb weer een statief gebruikt, ik heb vet ingezoomd en die heb gevangen.
Nederlandse jongens. En die linker die heeft boodschappen gedaan en die rechter die heeft een trilbeen aan zijn rechterkant. En die is lekker bezig met zijn mobieltje. Ja, het leven in Nederland is enerverend, hè? Je kan het hier zien. Dat, woon je in Ethiopië en wil je in deze bushalte zitten? Nou, kom naar Arnhem. Dat is echt lachen, jongen. Heel veel van die mensen lopen hier in de stad. Ik zou echt niet weten wat die mensen moeten doen. De hele economie ligt op zijn gat. De middenstand is gewoon zo goed als weg. Je hebt nog een Primark. En dan mag je goedkope kleren kopen die met slavenarbeid ergens in India gemaakt worden. Maar die rotzooi van de Primark die kan je ook gewoon in Bodrum kopen. Dus waarom zou je helemaal naar Nederland komen om diezelfde rotzooi te kopen die je ook in Bodrum kan kopen? Is het weer hier zoveel beter? Nou, ik dacht het niet hoor. Ik zou liever in Bodrum zitten. Nou, die jongens die zitten een beetje te wachten op de bus en kijken van komt hij al? Zou het allemaal een beetje lukken? Ja. En, ja, die rechter die zit hem dus echt. Kijk, dat is een prediker, hè? Die rechter die heeft het gewoon helemaal in de gaten. Die weet precies wat hij tegen moet zeggen. Oh man, ja, nee, het was echt. Ja, nu weer kijk, ja. Kijk, en dan geeft hij een klap op zijn hoofd, hè? Ja, kijk, ja, nee, hoppa, weet je wel. Massage, ah ja, hoppakee. Petje op de grond, ja, nee, kijk, we zijn hier geen pussies, hè. We zijn wel Turken in Nederland, hè. Hé, hey, rap je pet op, lul, rap je pet op. Ja, eikel. Ja, moet je dan een klap voor je bek of wat? Zal ik je petje nog een keer op de grond gooien? Ik zet je petje op mijn eigen hoofd. Ja, nee, maar dan wil ik jouw petje hebben, hoor. Dan wil ik jouw petje hebben. Ja, nee, maar zo zijn ze. Die Turken, dat zijn wel Turken, maar die delen, hè. Die delen gewoon petjes. Ik vind trouwens ook dat grijze petje beter staan bij dat grijze tien. Oh, hij gooit het petje op de grond. Oh, ja, dan gaat dat petje daar naartoe. Man, ja, maar dit zijn twee mensen die hebben echt eventjes contact, hè. Dat heet petje contact. Van petje Pieter Mientje. We gaan elkaar een petje pakken en dan gaan we met elkaar een petje gooien. Ja, en dan gaan we kijken naar de paal. Dus die rechter die kijkt momenteel naar de paal. Hij denkt, wat een mooie paal. Ja, echt een prachtige paal. Ja, oh, fijne paal zeg. Hoe zit het met de dienstregeling? Ja, tom, wanneer komt de bus? Zeg, oh, want hij zoiets van, oké, ik heb nog twee keer een koud hoofd gehad en ik heb dat vieze petje van hem op mijn hoofd gehad. En dan heb ik die vieze haarsmeer van hem in mijn haar. Dus hij wil het gewoon het liefst zo snel mogelijk naar huis. En dan gaat hij zijn haar wassen natuurlijk. Met dat vieze haarsmeer van die andere met dat donkere petje. Ze kunnen natuurlijk ook wel wisselen van petje. Maar volgens mij staat dat donkere petje toch beter bij die rechter dan bij die linker. En vice versa natuurlijk. Hè? Maar even terugkeren naar die katholieke kerk. Die is dus begonnen in het jaar 325. En dat was dus een opvolging van het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk heette vanaf dat moment het Heilige Romeinse Rijk. Nou is het punt met die aristocratie dat die neuken als konijnen. Kijk naar onze koning, hè? Dus een Maxima, die heeft 3 kinderen. Hè? Dat is hoopvol. Hè? Kom er maar eens om in de Bijlmermeer, weet je wel? Bij een blanke vrouw. Dan natuurlijk. Hè? Bij blanken zitten momenteel 1,3, 1,7 kind en vrouw. Hè? Maar die aristocratie heeft daar geen last van, die neuken als konijnen. Daar hebben ze ook hele strategieën voor. Ik ga er niet over uitweiden, maar. Dus dat werd maar groter en groter en toen hebben ze dus een nieuw rijk gesticht in Constantinopel, wat we nu Istanbul noemen. En toen begonnen we zo van schisma, dus een stuk naar Rusland vertrokken en die tsaar werd het dan uiteindelijk. Waar ze dan ook weer een pesttekel aan kregen, want Rome, CQ Zwitserland, die wilde de baas hebben.
Oké, de bus komt eraan. Interessant. Nee, nu gaan we echt... En blijf van het petje af, hè. Ja. En blijf vooral van het petje af, van de buschauffeur. Anders krijg je een klap voor je bek, mag ik hopen. Maar deze jongen doet me kwaad. Die slaan elkaar zijn petje af. Ja, dat is een beetje mentaliteit. Je moet het bij mij niet doen, hoor. Ik hou daar niet van. We zijn op weg naar Arnhem-Zuid. Over de rivier. In een of andere lurige nieuwbouwwijk. Dit is eraan vooraf gaan, denk ik. De opnames staan verkeerd om. Dan kijk ik het nog een keer. Ik heb hem later bijgesteld. Dit is de eerdere opname. Ja. Terug in de tijd. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, hij is nou al gerenderd. Ik ga het niet overnieuw renderen. Wat mooi, hè, met dat licht wat zo naar binnen valt. Het is één grote puinhoop hier, hoor. Dus echt een afbraakbuurt. Daarachter, die flat, daar woonde vroeger een vriend van mij. Met zijn vriendin. Die hebben momenteel 2 kinderen. Bijna. Eentje die loopt in de rondte en die andere die trappelt in de buik. En die woonden daar en dat hebben ze helemaal dicht gespijkerd. En daar linksboven, daar was het vroeger ook allemaal een gebouw, maar dat was ook niet goed. Dus dat hebben ze allemaal tegen de grond aangejakkerd. En een herrie, jongen. Jezus Christus. Maar hier aan de overkant, dat gaat ook nog helemaal omlaag. Dus dat wordt nog een feest. Jeetje, wat ben ik blij dat ik hier woon, zeg. Dat is ook wel leuk. Dit is richting het Marktplein. Ook aan de markt. Met ook een hele hoop herrie natuurlijk. Hier die 3 kinderen. Wat een grappig filmpje. Maar die katholieke kuddekerk, die is in 325 begonnen. En toen werd dat het verplichte geloof in Europa. En degene die dat naar Scandinavië bracht, die heette Blauwtand. En die vereren we nog met Bluetooth. Dat is een netwerkprotocol. En dat is Darwin. Dat is ook zo'n terugkerend thema. En zo is dus het mitraïsme met dat vleugje christendom erin. Hier naar binnen geduwd. En ons door de strot gedaald. En daar hebben we zwaar voor moeten boeten. Dat we dat hebben toegestaan. Dat heeft ons... De schatting die loopt uit 1 van 500 miljoen tot 1 miljard. In de afgelopen 2000 jaar. En moet je weten dat de wereldbevolking is momenteel 7 miljard. Dus dan denk je van, ach, valt wel mee. Ja, maar vroeger was die geen 7 miljard. En in die tijd zijn er ook echt volksstammen over de klink gejakkerd. Voor de katholieke kuddekerk. Dat is ook mooi. Dus mijn camera staat voor de paal. Maar ze voelen gewoon de NSA. Ze voelen gewoon dat er iemand naast ze zit te kijken. Dan gaan ze gewoon precies achter de paal staan. Echt verschrikkelijk. Ja, die kinderen die weten allemaal van Big Brother en The Glass House. Oké, maar hij komt even langs. Oké, dan komt een neger langs fietsen. Ja, het jongetje. Oké, kijk, hier, ik ben ook niet gek. Ja, ik stel eventjes bij. Ja. Leuk hoor, die kinderen. Ja, ze is een beetje felle, uitdagend. Een beetje raar doen. Hoppa! Ik ben een idioot. Ik weet helemaal niks, man.
Ik ga gewoon lekker met mijn vuist uithalen aan die jongen. Ja, gewoon bang en bang. Ja. Ja. Ik doe gewoon alsof ik gevaarlijk ben, jongen. Ja, ik stel natuurlijk helemaal niks voor. Maar een beetje stoeien. Die jongen blijft er vrij rustig onder, maar zij, ja, ik zou het er niet willen hebben, hoor. Want die doet er alvast niet. Hij denkt ook van, I'm out of here. I'm away. Move. Oh, kijk, de jas is helemaal gezakt. Oké, hoppakee. Ja, we zijn echt lekker bezig. Dan dansend het leven door. Ik heb altijd plezier. Het maakt mij niet uit wat ik doe. Ik ben een expressie van mezelf. Ik weet niet, misschien waren meisjes in mijn tijd ook wel net zo knettergek hoor. Maar ik moest het toch niet hebben. Ik weet niet wat dat probleem is. Maar ik wil een beetje een vampire zijn of zo. Ja. Is al, ik hoef zelf maar niet die jas of zo te doen. Ze is al een vampire. Nou, ze wil natuurlijk wel zo uitzien. Om de mensen in haar omgeving te waarschuwen dat ze een vampire is. Ik doe net als een vampire, ja. En weet je dat ik zo ben? Dan gaan ze dan. Dat was hem, denk ik. Even kijken of hij zo. Kom jij de minutos hebben nog? Oh, we hebben nog even. We hebben nog een half uur. Om terug te keren naar het ding van die katholieke kuddekerk waar die vandaan kwam. Dus samenvattend heb ik gezegd, het heeft te maken met het mitraïsme. Vrouwenverering. Maar niet heus. Vrouwen op een voetstuk plaatsen en vervolgens ga je als man gewoon lekker, want mannen kunnen in één keer beter schaken, biljarten, darten, noem het maar. Eigenlijk zijn ze overal slimmer. En dan doe je gewoon, ja, de vrouw is alles, de vrouw is alles, ik bid tot Maria, de moeder van God. Maar onderwijl weten ze drommels goed, als je die wijf gewoon onder controle kan halen. En dat is dat Babylonische geloof. Dus de hangende tuinen van Babylon. Die heeft die Hammurabi, als ik het wel heb, laten maken. Omdat zijn vrouw zoiets had van, ja, als jij wil dat ik op mijn rug ga liggen met mijn knieën wijd, dan zorg je maar voor... Oké, oh, dan gaan ze in de auto met z'n drieën. Dat is ook grappig. Ze worden opgehaald. Wat een leuk einde van het verhaal. Maar dus die Hammurabi, die vrouw van hem, die had zoiets van, ja, ik ga niet op mijn rug liggen in deze woestijn. Zij wilde die hangende tuin. En toen heeft die Hammurabi, die heeft die tuinen aan laten leggen. En al die kerels laten sjouwen met het water. Want dat water gaat niet zomaar omhoog naar een hangende tuin. Hè. Moet wel getakeld worden of zo. En dat deed hij dan. Daar zorgde Hammurabi gewoon voor. Want hij wilde ook wipperen. En dan wel met zijn eigen vrouw ook af en toe. Staat het dan zo stom als je alleen maar van die concubines loopt te wippen? Want die zijn zo gratis als wat. En ze verneuken die vrouwen. Die vrouwen hebben helemaal niks. Ze krijgen gewoon rijkdom aangeboden, een mooie Porsche of zo. Of een leuke vakantie. Of, ja, een kinderhand is snel gevuld. Hè. Die moet een vrouw gewoon tevreden houden. Door een vrouw hier in Nederland, dat zou een man kosten, nou, voor 5000 euro in de maand. Heb jij gewoon een lekker wijf. Dat is echt geen probleem. Dan liggen ze aan je voeten.
Wat is 5000 euro in de maand nou? Er zijn horloges te koop en die kosten 256.000 euro of zo. Dat is alleen maar een horloge. Nou, als je 256.000 euro voor een horloge kan betalen, ja, dan kan je ook wel 5000 euro in de maand betalen voor een lekker ding. Ja? En die wijfjes, die doen dat wel. Die trappen er gewoon in. En dat was vroeger op school al zo. Toen ik op de lagere school zat, zat er in mijn klas gewoon echt een aantal ongelofelijke etterbakken. En meisjes die hingen aan hun lippen, altijd in de buurt zijn van die totale nonno's. Die gewoon een grote bek hadden en als je maar iets fout zei tegen zo iemand, dan was ze klappen. Dat had ik ook al in de gaten. Ik ben ook niet gek. En in die tijd sloeg ik gewoon terug. Dat is heel gebruikelijk. Ik heb een dikke bril, dat kun je niet zien vanwege de screencast, maar ik heb een dikke bril. Kijk maar op mijn Facebook. En mijn bril, die gaf ik gewoon, daar had ik al een secondant, een vriendje bij me. En die kreeg mijn bril op. En dan was het houden. Dat heb ik heel veel gedaan. Je moet mij niet treiteren, dat ben gewoon voor je bek. En meisjes, die kozen altijd voor die klojo's. Vooral die lekkere dingen. Dan had je van die schuchtere, een beetje lelijke, zullen we zeggen, niet echt mooie meisjes, maar een beetje van die, ja, een puist hier of zo. Hier en daar. Misschien als een mankbenen. Ja, die kwamen niet in de buurt van die lefkozers. Ja, wat moet je met dat soort meisjes? Niet dat ze niet aardig zijn of zo, maar waarom zijn alleen dat soort meisjes niet, waarom zijn alleen dat soort meisjes niet ontvankelijk voor die klootzakken? Terwijl juist die lekkere dingen met die goede kontjes, die lopen allemaal achter die klootzakken aan. Waarom is dat? Nou, dat is omdat iedere mens bang is. En iedere mens is terecht bang. Alleen we moeten die angst een vorm geven op een manier waar we zelf ook wat aan hebben. Dan heeft onze omgeving ook wat aan ons. Iedereen vreest voor zijn hachie en mikt op de korte termijn in de gedachte dat het dan wel op de langere termijn ook goed zal komen. Terwijl resultaten uit het verleden niet eens tellen voor de toekomst. Of voor was het ook. Dus wij zullen ons moeten overgeven. En we zullen terug moeten naar Christus. En de draad op moeten pakken. Daar waar we hem verloren zijn. In de jaren 90, ik neem even een zijsprong. Want we hebben het hier over een samensweringstheorie. Er zijn geen samensweringstheorieën. Er is alleen maar een samensweringstheorie. En er speelde in het geheel, dus de katholieke kerk, Zwitserland. Als geografie, niet als Zwitserse mensen, daar zijn we niks mis mee. Zwitserse bergen zijn ook echt, je hoeft die Zwitserse bergen niet van mij te Hiroshimeren, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Of te nakisationeren, helemaal niet nodig. Die bergen zijn prima daar in Zwitserland. Maar er zitten wel een aantal lui. En die komen dus uit Egypte en Babylon. En of nou Babylon eerder was en Egypte later, dat doet er helemaal geen drol toe. Het is allebei één pot nat. Nou, die kennis, die is verspreid. Middels boeken.
En dat is begonnen ergens aan het begin van de 14e eeuw. Dan heb je de eerste tekenen daarvan. Van mensen, er is iets mis met die katholieke kuddekerk. Iets is niet goed. Al daar. In dat denken van die mensen. En hun preken. En hun rituelen. Er is iets niet goed aan. Dat begon aan het begin van de 14e eeuw. En dat had alles te maken met de uitvinding van de boekdrukkunst. Een naam in deze is Jan Hus. En het spel je zoals je dat zegt. En Jan Hus, die heeft het ook zwaar aan de stok gekregen met die katholieke kuddejojo's. Nou, hij was niet de enige in zijn tijd, er waren er meer. Maar als je Jan Hus op gaat zoeken, vind je de rest ook. Na Jan Hus, met allerlei anderen erbij, ook een John Wycliffe mag ik ook noemen, denk ik. Maar zoek het maar op, er zijn nog veel meer. En toen kwam in 1517, als klap op de vuurpijl, was er een katholieke priester. En die snapte de scam ook. En die klapte uit de school. Dat was een klokkenluider, zo zouden we dat tegenwoordig noemen. En hij heette Maarten Luther. En dan wil ik niet zeggen dat Maarten Luther alles goed heeft gezegd, want hij heeft ook een heel erg lelijk stukje geschreven over Joden. En dat vind ik echt niet vis. Maar misschien wist hij ook niet alles. Het is een jeugdzonde. Maar voor de rest heeft Maarten Luther wel de spijker op zijn kop geslagen. En met dat dus de boekdrukkunst lekker aan het vorderen was, kwam dat de katholieke kerk echt heel erg slecht uit. Zo slecht dat ongeveer 30 jaar later, rond 1540, dan zitten we halverwege de 16e eeuw, er een concilie is gehouden in Trent. T-R-E-N-T. Dus je schrijft het zoals je het zegt. Trent. Met een T op het eind. Dat is een stad, ik weet niet waar het ligt. Doet ook niet zoveel toe. Maar daar is een concilie gehouden. En daar is de Contra-Reformatie opgestart. Die Contra-Reformatie, dat is dus een beweging tegen de Reformatie. En de Reformatie, dat is een uitvloeisel van het protestantisme. Je kreeg de protesteerders, zoals Maarten Luther. En die zeiden, dit kan niet. Dit is belachelijk. Dit slaat nergens op. En toen zijn er heel veel mensen die zijn uit protest weggebleven. Uit de kerk, uit de katholieke kuddekerk. En toen kwam de reformatie, zodat al die mensen, die werden opnieuw in kerkgebouwen geroepen. En dan gaan we ons reformeren. En dan gaan we ons eigen katholieke kudde geloof, daar komt in feite wel op neer, hè? Dan worden we onze eigen kudde. En dat je helemaal niet naar de kerk moet gaan, volgens Jezus. In ieder geval, Jezus ging nooit naar de kerk. Er werd een gedoe van je welste. En de paus die werd echt ontzettend annoyed. Gewoon in die hele vervelend. En met dat concilie van Trent hebben ze dus een daadwerkelijk militaire middelen ingezet om die reformatie de kop in te drukken. Die Contra-Reformatie, dat was daadwerkelijk echt heel erg gewelddadig. Dat wil je niet weten. En daar is een boek over geschreven, dat heet het Boek der Martelaren.
in het Engels The Book of Martyrs. Kan je zo opzoeken. Heb je mij niet voor nodig. Je kan het zo downloaden. Outlook. En daarin wordt verteld wie er allemaal wel niet gepakt is in het kader van de contra-reformatie. Want de paus is namelijk de pontificus maximus. Dus de paus is degene die de eenheid brengt. En niet een ander. Is dat goed begrip? Dat is de grap van de katholieke kuddekerk. Is dat de paus de baas? En je hebt telkens weer een andere paus. Neem maar een paus uit Polen, neem maar een paus uit Argentinië. Paus uit India of zo, weet je wel. Steeds weer een paus, ergens vandaan. En als zo'n paus niet helemaal precies doet wat een paus moet doen in zijn onfeilbaarheid, want een paus is onfeilbaar. Johannes Paulus de I bijvoorbeeld, die is in 1976 aangesteld, als ik het goed heb, op 78. Ergens die tijd. Maar die is 33 dagen in functie geweest. En toen was hij dood. En op zijn lichaam is geen lijkschouwing verricht, want dat mag niet van de kuddekerk. Dus we weten niet waarom hij dood was. Zeg maar gewoon, nou weet je wat, hij is overleden aan dood zijn. Hij stopte op een gegeven moment ademhalen. En toen hield zijn hart er ook niet op. En omdat zijn hart ermee ophield, ging hij ook niet meer opnieuw ademhalen. En ja, toen was hij dood. Dus een hele duidelijke verklaring met waarom hij dood was. Maar niemand weet natuurlijk waarom. Behalve de vermoedens dat hij gewoon vergiftigd was. Er is ook een paus geweest en die is op een ochtend in zijn blote kont aangetroffen op de stenen van de kerk. Hartstikke dood. Hij lag er gewoon als Jezus op de stenen. Dus hij hing niet aan het kruis, nee, hij lag in zijn blote kont op de stenen van de kerk, van de kerkvloer. En daar troffen zijn medewerkers hem aan. Dat zag hem natuurlijk niet altijd. Ja, niet dat je denkt van, zo, wat ziet de paus er goed uit? Dat is uitermate vernederd. En dat hebben ze met opzet gedaan. Want zo zijn ze. Die Babyloniërs. Of Egyptenaren, farao's, zeg maar. En dan wordt dus, dan mag je dus, ja, je wil in feite geen paus worden. Want voor hetzelfde geld word je gewoon in no time omgelegd. Gevaarlijk beroep hoor, paus. Hij rijdt niet voor niets rond in zo'n beschermd dingetje. Weet je, met alle kanten. Weet je, niet een kogel erin knallen. Ja, maar dat gebeurt gewoon wel. Napoleon die heeft een paus in de bak laten zetten. Maar die paus is nog steeds lekker bezig. Ik heb laatst weer Rutte op bezoek gehad. En daarvoor al koning Willem-Alexander en zijn vrouw, die Maxima. En die drie dochters. Waarvan die eentje een beetje lijkt op die prinses Marijke die niet kon kijken. En die later heette ze prinses Christine. Dat kon ze nog steeds niet zien. Het rijmpje dat zeiden wij vroeger, Amstelveen. Nou, toen die reformatie met Martin Luther stand kreeg in 1517. Toen kwam er dus de contra-reformatie met het concilie van Trent. En toen is een militaire tak binnen de katholieke kerk, wat dan vroeger de Knights Templars waren, die werd nieuw leven ingeblazen. En dat werd genoemd de Sociëteit van Jezus. En die stond onder aanvoering van Ignatius de Loyola. En dat spel je zoals je het zegt. Ignatius
de Loyola. Zoek het maar op. En Ignatius de Loyola, die was een telg van een Spaanse familie, een aristocratische familie. En in de aristocratische families was het zo dat de eerstgeborenen, die kregen al alles. En de rest, die moest het maar zien. En de meeste daarvan, die gingen dan richting de kerk, want dan konden ze priester worden of zo. Dan had je in ieder geval nog iets. Want voor de rest kreeg je geen flikker van je ouders, hè. Het is niet zo heel erg leuk om geboren te worden als aristocraat. Je krijgt gewoon geen flikker als je tweede geboren bent of derde. Dan moet je het maar zien. Houden ze je in leven en dan moet je een beetje, ja, ik weet niet wat je dan mag. Die is als een pristine Christine, een prinses Christine of zo. Ja, wat moet je doen? Je schrijft een boekje, ze heeft iets, nee, een leuk boek geschreven over dat ze ging zwemmen. En een dolfijn die pieste in haar mond. Zoiets is heel erg. Ik denk van. Blabla. Maar dat is dan het lot van die andere geborenen. Dus die moeten ergens naartoe. En die gaan dan bijvoorbeeld naar de kerk. En dan worden ze priester. Dan heb je dat. En Ignatius de Loyola, die mikte hoog. En die wilde gewoon gaan moorden voor de paus. Hij was bereid om mensen te vermoorden. En dat sprak de paus wel aan. Want zo zou hij die contra-reformatie vorm kunnen geven. En die gereformeerden pakken. En zo is de contra-reformatie begonnen met Ignatius de Loyola. En het werd een bloedbad. Dat wil je niet meer. Ooglang. Dan krijg je aan het begin van, in een, ongeveer dezelfde tijd had je in Engeland een koning en die heette Hendrik de Achtste. Henry de Eighth. En die wilde af van zijn vrouw en trouwen met Anne Boleyn. Vanwege een zwangerschap, hij wilde nageslacht. En zijn huidige vrouw, die vrouw die hij toen had, die werd maar niet zwanger. Zei hij, iedere keer rampetampen en er kwam niks uit. Dus hij denkt, ik wil een verse. Ik wil nageslacht. En dan zei de paus, fuck you. Jij krijgt van mij geen nageslacht. Dat gun ik jou niet. Waarop Hendrik de Achtste dacht, nou, you go yourself. En hij heeft zichzelf uitgeroepen tot de paus van Engeland. Ja, kan je doen. Het is het begin van de Angelsaksische kerk. En later werd dat dus geïncorporeerd met het protestantisme. Ik start de film, ja, mijn filmpje is nou afgelopen, ik vind het ook lang genoeg geduurd. We zijn gekomen tot aan Hendrik de Achtste, Henry de Eighth, dat hij een huwelijk wilde met Anne Boleyn. En dat mocht niet van de paus. En dan ga ik ga zo dadelijk over 5 minuten verder. En dan pak ik even een nieuw filmpje erbij. Ja, tot zo. Tjus.